Ten eerste dus AZ Roda, waarbij AZ moet winnen om in het spoor van koploper PSV te blijven. Maar Roda is voor AZ een lastige tegenstander, per traditie. Eerder dit seizoen werd het bij Roda in Kerkrade 1-1. En vorig seizoen kreeg AZ in eigen stadion een geweldig pak slaag van Roda JC. Het werd toen 1-5. En daar was de lucky goal van het jaar, gemaakt door Ger Zende. Zende. Wat doe je nou? Wist je dat zelf wel? Nee, want er is niemand zo verbaasd hier als Zende zelf. De verdediger die bijna nooit scoorde. Want je moet gelijk stoppen met voetballen. Maar dat deed hij niet. Roda wil zich plaatsen voor het UEFA Cup toernooi. Nu, op dit moment, staat Roda op de 8e plaats. Ron de Rijk is de commentator. Hij begint met de opstellingen. Robin Nelissen is vanmiddag de diepe spits bij AZ in plaats van Stijn Huizerums, die evenals Buskermolen op de bank zit. Opgeteld bij de geschorste Van Galen en de zieke Kenneth Perez levert dat in het basiselftal nogal wat wijzigingen op. Bij Roda JC is de nederlaag vorige week op eigen veld tegen Heerenveen hard aangekomen. Dat levert een enkele wijziging op in het basiselftal, maar natuurlijk is er wel plek voor de man die eigenlijk met dat bizarre doelpunt vorig jaar aan de basis heeft gestaan van het woord scorebordjournalistiek, Ger Zenden. Kronkamp. Meerdink. Matthijssen. Rekent op Kronkamp, die is doorgelopen. Komt handig binnendoor bij Filipovic en gaat nu de drukte in. De Klerk. Sechoui met een buitengewoon fraaie hakbal. Zet hij de Claire opeens vrij voor een goede voorzet. De Claire. En de bal gaat tussen iedereen door en verdwijnt aan de andere kant weer uit het strafschopgebied. Slechte trap. Opgepikt door Van Dijk. Sergio. Met een schitterende hakbal op Colinet. Die heeft de kans op 0-1. Maar mist jammerlijk. Kone. De Klein achter hem aan. Kone. Nu in conflict met Kromkamp. Van Dijk. Colinet. Sergio vraagt. Sergio. Met toch alweer de tweede mogelijkheid voor Roda in een tijdsbestek van amper 3-4 minuten om te scoren. Sechoui. Nagatabi uit de rug van K. En die maakt er ternauwernood een hoekschop van. De hoekschop komt van Sechoui. Draait in bij de eerste paal. Wordt verlengd door El-Khattabi. En blijft dan even liggen in het strafschopgebied. Dan is er ruimte voor de counter via Cissé. En die botst vol op Landsaat. En dat ziet er niet goed uit voor de aanvoerder van AZ. En zo'n blessure bij de aanvoerder, dat is nou net iets dat AZ in deze drukke periode en in de achtervolging op PSV en Europees niet kan gebruiken. Nelissen. Krijgt de bal terug op Meerdink. Kronkamp. Bal kwijtgeraakt van Vigelis, die geeft een Kronk weer terug naar Kronkamp. Hier is de rechtervleugel verdediger van AZ. Landsaat. En Meerdink. Bij de tweede paal de Kler met een zee van ruimte. Een prachtig schot. En de eerste goal van deze wedstrijd. En je vraagt je eerlijk gezegd af hoe lang dat het nog zo lang heeft kunnen duren voordat er sowieso een goal valt. Vloed maakt zich heel boos. En de vraag is waarom. Het begint met Kronkamp. Die draait en keert. Dan rolt de bal weg en daar komt Nelis aan en die maakt een forse overtreding. En ondanks het feit dat die overtreding gezien moet zijn door Van Siegem, laat de scheidsrechter doorvoetballen. Vervolgens komt dan de voorzet van Meerdink en daar is de Kler. Al-Khattabi. Sechoui. Van kant gewisseld, inmiddels al wat langer met Meerdink.
Meerink weggestuurd door de Cler. Prachtig. Uit de rug gekomen van Zende. Het duurt even. Is daar 2-0? Nee, omdat Nelissen verzuimt in te tikken. Hoekschop, Lindenberg. Opdoop. Hard en laag tegen het been aan van de rode verdediger. En de hoekschop voor AZ. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Er gebeurt van alles. Er is veel strijd. Er wordt goed gevoetbald. Het gaat in een hoog tempo. Vandaar dat er wel eens wat misgaat. Maar dat kan niet anders. Sechui. Van Dijk. Met alleen Koonen ver voor hem. Koonen. Heeft te maken met en Klomkamp. En een moeilijk speelveld. Landzaad. Klomkamp. Stevig aangepakt door Van Dijk. Koonen dan wordt vervolgens opgevangen door Lindenberg. De vrije trap van Van Dijk. De bal blijft hangen. De Cler zit ertussen. De bal ligt nog steeds. En de bal ligt uiteindelijk in het doel. De bal heeft in het doel gezeten. De grensrechter constateert dat terecht. Van Siegem zit wat lastig. Dit is het feestvorkje. K. Die zorgt voor de gelijkmaker. Het is een onoverzichtelijke situatie. Compliment aan de grensrechter. Die als eerste ziet dat die bal ook daadwerkelijk over de doellijn is gegaan. Er is geen protest van de kant van AZ en terecht. Koning. Collinet. Collinet probeert het verafstand. Sergio, Timber en de hoekschop. Weg al. Van Dijk. Als hij het probeert moet het met links. En dat gebeurt ook met links. De redding is van Timber. Sergio kan buitengewoon veel met de bal. Onder meer dit en de voorzet is van Zende. Het uitverdedigen van AZ lijkt afdoende. Maar het eerste spannende moment in de tweede helft hebben we op deze manier alweer te pakken. Van Dijk. Ook dit is een goede voorzet. Matthijssen verdedigt uit. Buskermolen. Al-Khattabi. Klomkamp. En ruimte voor een AZ-counter. Dan moet het snel gaan. Klomkamp. Meerink. Prima teruggelegd op Al-Khattabi. Vanaf 16 meter. Oh, die wacht. En die vergeet de bal. Krijgt er alsnog de gelegenheid. En vindt uiteindelijk Kujovic. En realiseert zich dat hij een uitgelezen mogelijkheid zelf om zeep helpt. Koning. Goeie balcontrole, maar werkelijk omringd door tegenstanders. Koning. Nu met wat meer ruimte, maar nu vergeet hij de bal. Klomkamp. Was gepakt aan de nek door Vizelic. Klomkamp is door. Meerink. Buskermolen. K. Cissé. Cissé. Sneller met bal dan Buskermolen zonder. Cissé. En de redding van Timber. En zo bewijst Roda nog maar eens dat het over meer dan voldoende voetbalcapaciteiten beschikt. Daar ligt het niet aan. Klomkamp. Meerink. Martijn Meerink. K. Meerink. Alweer de 8e minuut na rust. De hoekschop komt van Lindenberg. Matthijs is mee naar voren. Opdam ook. Barry Opdam. Slim balletje bij de tweede paal. Slecht uitverdedigd. Matthijs er bijna met de 2-1. Notabene met rechts. Collinet. Van Dijk. Koonen. Ontsnapt aan Opdam. En onderweg naar Timmer. Is hij ook onderweg naar 1-2? Nee, omdat Timmer er keurig voorlicht. Het is de eerste keer in deze wedstrijd dat Koning echt weg is.
Tsjechoui met de vrije trap. Prima indraaide bal en de kopbal van Matthijssen vliegt over. Filipovic. Kort, Cissé. Filipovic. Goeie voorzet met een doelpoging van Sergio. Die komt slecht uit. Vizelic. Filipovic. Terwijl Koning is doorgelopen. Daar is de voorzet en daar is de hoekschop. Ook Roda wil voor de winst. Het vervangt Colinet door Cristiano. Hoekschop van Dijk. Cristiano met zijn eerste bal. Die wordt van de doellijn gehaald door Lindenberg. Die loopt het veld in, Cristiano. En die komt hem zomaar op het doel van Timmer. En Timmer moet nu redden voordat Kaag gevaarlijk wordt. Tsechoui. Bal gaat voorbij de tweede paal richting Matthijssen. Bal wordt teruggelegd erin. Gekrald. Dan wordt er geappelleerd voor Hens. Daar wil Van Siegem niet aan. Huizigens blijft aan de bal. Blijft ook op de been. Ook dan. Kujovic blijft staan. Bal wordt binnengehouden door Tsechoui. Maar een overtreding van Nelissen wordt bestraft. En Kaak kan ervoor op lanceren. Luikers. Van Siegem gaat een kaart uitdelen na het duel tussen Cissé en de Cler. Ik vrees voor Cissé dat hij er wel eens af zou kunnen. Maar het blijft bij geel. K met de bal richting Cristiano. Cristiano verlengt. De Cler zit ertussen. Buskermolen. Huizigens. Meteen stevig aangepakt door Zende. Vrije trap, AZ. Cissé staat voor de bal. Vraagt om geel en krijgt dat nu ook. En dan komt Van Dijk verhaal halen. Cissé kreeg een minuut eerder ook al geel. Gaat er nu af met rood. Dat is voor Van Dijk te veel. En dan wordt het uiteindelijk een massale vechtpartij. En is het aan de scheidsrechter om hier enige orde in te gaan brengen. Maar ik vrees voor Van Dijk dat hij na Cissé wel eens de tweede kon zijn van Roda. Die eraf moet met rood. De Cler krijgt rood. Van Dijk krijgt rood. En nu komen ze van AZ verhaal halen. 9 van Roda, 10 van AZ en achter de bal Wedun Janin. Dit is misschien de laatste mogelijkheid voor de thuisclub. Twee vuisten van Kujovic. Na 92 minuten voetbal levert dit echte spektakelstuk een terechte 1-1 op. En ook nog een andere conclusie, namelijk dat de grote winnaar PSV is. Een AZ-steunpilaar Danny Lanzaat viel uit met een enkel blessure. Het is op dit moment nog onduidelijk of hij donderdag mee zou kunnen spelen in de rentrée in het UEFA Cup toernooi tegen Alemannia Aachen. Voor de derde keer na de winterstop laat AZ dus punten liggen. En daarom haakt AZ steeds verder achterop. Het haakt af in de strijd met PSV. Het lijkt beslist de strijd om het komen. Je weet het nog niet, hè? Ko Adriaanse. Nou, PSV is natuurlijk moeilijk bij te houden. Winnen veel, winnen makkelijk, halen ook heel veel punten. Kijk je naar andere competities in andere landen, heeft de nummer 1, nummer 2 lang niet zoveel punten. Dat is verklaring nummer 1. Verklaring 2, de druk is natuurlijk erg groot voor ons. We moeten steeds maar weer winnen. En dat hebben we ook geprobeerd vandaag. We hebben ook getracht ook alles op de overwinning te spelen, maar helaas, net het laatste kooltje ging er net niet in. Haris Medunjani had nog een goede kans die er goed inschoot, vlak voor tijd. En daar heb je net even wat meer geluk mee bij nodig. U geeft het toch niet op? Nee, we geven niet op, maar het is natuurlijk moeilijk om dat vol te houden. Het is natuurlijk al knap dat we het zo lang vol hebben weten te houden.